We staan hier in de Mauritsstraat voor de exit en vanavond treden hier de beste bands op van de Badkamersessies van 2 seizoenen. We gaan even binnenkijken hoe het is. Nou, we staan hier in de oude B. Wat is er daar met de oude B gebeurd? Helemaal niks exit. De oude B. De oude exit die zat bij de Witte de Wit vroeger, toch? Wij zijn de Secret Love Parade. We zijn erg blij om hier te spelen. Het is de allereerste keer dat we in Rotterdam mogen spelen. Niks exit. De oude B. One, two, three, but if you close the door, the night could last forever. Leave the sun shine on and drink a toast to never. All the people are dancing and they're having such fun. I wish this could happen to me, but if you close. But if you close the door, I'll never have to see it again. Dark shiny porch and catalog cars, people on subways and trains, looking grey in the rain as they stand as rain. Oh my people. Hoe lang zijn jullie al muziek aan het maken samen? Nou, wij samen werken we al denk ik aan dit project 2 jaar. En we al sinds ons 15e dat we samen muziek maken. Ja. En maar je hebt het over een project. Wat moet ik daarbij voorstellen? Waarom noem je dit een project? Ja, het is wel iets meer dan een project. Het is begonnen als een project, maar we wilden graag met z'n tweeën muziek maken. En dat gewoon een hele band zijn met z'n tweeën. En nu is het wel uitgegroeid tot echt ons leven bijna, zeg maar. We zijn er nu echt heel druk mee bezig en dat is echt hartstikke leuk. Het is super om zoveel te spelen. Ja, we moeten natuurlijk ook heel hard oefenen, maar we hebben sinds eind september ons debuutalbum uitgebracht. En daardoor mochten we heel veel spelen op verschillende plekken. Dus, en we oefenen 2 keer per week ook nog om nieuwe dingen te maken voor het tweede album. We spelen ook graag in de slaapkamer, dat is ook hoe we vaak dingen maken. Maar we repeteren ook in een studioruimte met gewoon alles versterkt en goede apparatuur. Dat helpt ook wel, zeker voor live oefenen. Ja. Ja, ik ben wel opgegroeid met muziek. Ik heb ouders die veel muziek maken en daardoor ben ik er altijd wel mee bezig geweest. Niet zozeer actief, maar ik ben pas liedjes gaan schrijven met Janna toen ik wat ouder was. En ik ben er op dit moment, muziek is alles eigenlijk. We houden wel heel erg van 60's, of daar zijn we wel best wel door beïnvloed. Maar ook, kijk, we zijn 2 meisjes, dus we maken voor iedereen op het eerste oog wel lieve muziek, maar we hopen ook nog echt wel wat stoerder te worden. En we luisteren ook eigenlijk wel naar ook wat andere dingen dan dat we per se maken. Maar ik denk dat dat ook juist het wel origineel maakt. Ja. Hoe lang bestaan jullie als de Secret Love Parade? 2 jaar. Oh ja, 2 jaar. Ja, 2 jaar. Ja. Dan ben ik het weer vergeten. Nee, dat maakt niet uit. Nee, het is 2 jaar dat we bestaan als zijnde de Secret Love Parade. Okay. Ja. Zijn dit ook altijd de instrumenten die jullie altijd bespeeld hebben? Of ben je op een ander instrument begonnen? Ik ben begonnen met basgitaar. Ik kende op mijn 15e allemaal stoere jongens die Metallica en Nirvana gingen spelen. En toen mocht ik meedoen op basgitaar. Maar toen we echt met z'n tweeën, dan mis je toch een gitarist. Dus ik ben gitaar gaan spelen. En Aino is... we hebben veel toetseninstrumenten verzameld. En ook oude orgels en ook weer dingen weggedaan. En uiteindelijk is dit wel waar we vaak mee spelen. We hebben ook nog echt een orgel uit de jaren 60. Dat is een enorm bakbeest, maar soms slepen we die mee.